Misschien dat sommige mensen het spel wel van televisie kennen. Misschien dat sommige mensen het spel van televisie kennen. En het is heel belangrijk dat we vooraf zeggen dat er geen goede of slechte antwoorden zijn. De bedoeling van de stelling is echt dat je je mening geeft. De stelling, een leidinggevende heeft het urenoverzicht van zijn medewerkers hard nodig. Ik ben uit de afdeling Weg en Waterbouw. Wij kunnen precies zien zoveel vierkante meter staat ergens te maken. Maar je kan niet aan een ambtenaar vragen hoeveel vierkante meter beleid heb je gemaakt. Ja. Dat kan wel. Goed. Hier op werk doen we zorgen voor duidelijkheid. Eens zo overzeker. Maar ik zit niet in een leidinggevende functie, dus ik vind het wel prettig als ik weet wie mijn leidinggevende is en wat zijn taken en verantwoordelijkheden zijn. Oké, maar voel je daar nog wel een bepaalde afstand tussen jou en je leidinggevende? Dat je merkt dat je, dat je misschien formeler of op een andere manier omgaat met je leidinggevende dan misschien een directe collega? Of? Nee, absoluut niet. Bij ons niet. Ik kan niet hetgeen wat duidelijkheid schept, maar de afspraken die je maakt. Dat ik het niet zozeer wil zien als hiërarchie, als iemand die jou op je kop geeft als je iets fout doet, maar meer iemand bij wie je kan aankloppen als je er dus zelf niet meer uitkomt of hulp nodig hebt of te veel uren draait of wat dan ook. Vakantieboeken. Een vakantieboeken op het kantoor kan echt niet. Er is een onderzoek geweest inderdaad of je de medewerker vrij moet laten in het gebruik van de pc voor privégebruik op werk. Ja. En dat blijkt gewoon een heel ontiegelijk hoog cijfer uit te komen tot dat juist positief werkt. Ja. Ja. Je hebt daar ook wel eens een stukje over in de intermediair gelezen. En daar ging het vooral ook om dat je als mens, als persoon, gewoon ook maar een bepaald tijd hebt waarop je je goed kan concentreren en je werk kan doen. En een vakantieboeken vind ik dan wel weer heel, dat kost wel heel veel tijd, maar even je privémail lezen of wat dan ook, is ook een stukje ontspanning, waarna je daarna weer geconcentreerd door kan gaan met je werk. Voor het goed inwerken van een nieuwe medewerker is een ervaren 50-plusser nodig. Volgende samen. Ik ben hier nog 2 eetjes, mag ook bestaan. Of je flexibel een opdracht bij een andere organisatie aanneemt. We zijn allemaal collega's in hier. En nu hadden we een groep met mensen waar het zowel jonge als ook oudere mensen bij zijn. Of mensen die in ieder geval boven de 35 zijn bijvoorbeeld. Tekst versus 2.0 in. Was perfect. Dat oudere mensen ook wel 2.0 kunnen zijn en jongere mensen ook wel als 1.0 kan zijn. Het is geen stereotype tussen oud en jong. En dat wist ik al en dat werd hier nog een keer bevestigd. Dat er ook van die interventies zijn waardoor je waargebracht wordt, ja, net zoals het werk wel eens gebeurt, dat vond ik erg inspirerend. Ik kan niet helpen dat ik niet de verschillende afdelingen, verschillende mensen, verschillende diensten. Discussie over de mensen, want anders zijn van mij. Dat is toch heel goed meetalen bij overige jongeren en kunstenaars. Hoeveel kost het? Zit je met in Tokio? Moet je intikken? Ik vond het wel heel erg leuk en ik wil alleen maar zeggen dat je de volgende keer moet je er echt bij zijn. 5 dagen te parkeren. Nou, is Tokio. Ja, ik heb soms wel. Als het niet, maar ja, 5 dagen parkeren. Op het terminal 2. Dat is toch wel. Parkeerplaats 3. En wij mochten niet voor het land. Ja.
deze avond. Ik vond het leuk, ik vond het gezellig. Ja, ik heb 7350 yen. Jonge mensen en oude mensen, leeftijd, toch dezelfde mening delen.